Oké, yes, ready? Ja, ready. Yo mensen en welkom bij alweer de 7e aflevering van de Cup, de 2e op mijn kanaal. En vandaag ben ik hier met niemand anders dan mijn Brabantse makker. Het is niet Mark. Prank. Ik heb wel een bril op, maar ik speel met Portugal. Speel ik als... Want ja, met Matthijs. Je speelt dus met Matthijs. Ik weet niet of het verkeerd klinkt, maar... Je speelt met me nou. We spelen tegen elkaar ten eerste. Nou. Met jou spelen, dat zijn andere momenten. Oké, ja. Ja, Matthijs met bril. jullie hebben vorige aflevering... Ik ben nog niet op iemand anders kanaal geweest. Rip in Peace, Robby. Ja, dus jullie weten wel hoe mijn team eruit ziet. We gaan Matthijsje lekker inviten. Ja, ja. En dan gaan jullie zijn teamje zien. Ja. Wij zijn allebei nogal slecht, Rob, want jij hebt verloren en ik heb ook verloren. We hebben allebei de eerste set verloren, maar ik met 1-0 en jij met 4-0, toch? Ja, dat is het verschil. Ja. Bankzitters maken het verschil, is wat ze eigenlijk wel eens zeggen tegen mij. Nou, laten we maar eens zien, Rob. Oh, ik heb wel meer. Je hebt ook echt non-shiny goud. Ja, ik heb ook echt gewoon kut upgrades, dus dit wordt echt waarom ben je upgrade naar non-shiny goud? Ik had verloren, dus ik had gewoon 2 random upgrades, hè. Oh, dat is het enige. En je had geen 1 vrije trapje gescoord? Nee. Really nice. Ja, dus het is een leuke wedstrijd, Rob. Dus we gaan kijken hoeveel nul ik ga verdienen. Succes, laten we hopen dat ik win. Ja, dat hoop ik niet zelf, als ik eerlijk ben. Maar we gaan kijken wat Bruma gaat doen, want ik ben eigenlijk niet bang als Bruma erbij is. Ja! Ouwe, oh. Ik heb echt... Ik speel nooit op Xbox. En dat is moeilijk. Het is wel anders, ja. Als Semedo, wat een beast. Daar komt hij. Wat een paas. Wat een paas. Wat? Nee. Oh, dat was eigenlijk een paasje te veel. Ja, dat was... alleen met mijn zilvers kan ik echt niet schieten. Kop hem door. Ja. Nee. Oliveira. Oh, wat een doelpunt. Oh, zijn zwakke been. Wie de fuck is Oliveira en waarom scoort hij zo? Nels, nou volgens Koen was het een best groot talent. Maar check deze Koen. Holy shit. Heb ik weer. Dit hele toernooi is nu gewoon al tegen mij. Hoe kan dit er nou ingaan? Ja, ik weet het ook niet, maar... Wat is dit? Ik weet niet waar je aan het doen bent, Rob. Wat is dit nou? Oei, 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 drama. En ik heb nog geen 1 bal, denk ik, goed in niemands voeten gespeeld. Costa! Als dit weer zo'n wedstrijd wordt, hè. We gaan het zien, hè. We gaan het zien. Komt die Neves! Nee! Oh mijn god. Wat de hel gebeurt hier allemaal? Dan loopt hij weer Nelson, hij heeft alleen maar 70 pace. Dat is het enige ding wat... Oh. Ja, hoor. Hey, thanks, Rob. Sergio Ramos verliest ook nog het topduel. Ik weet niet wat er gaande is, maar... Ja, ik weet het ook niet. Bruma. Wat dit dan? Bruma, niks mis mee. Brumaatje. Bruma! Koppen! Nelson! Oh, mijn team speelt zo ver uit elkaar. Ik weet ook niet wat ze aan het doen zijn. Oh, heerlijk. Nice, Bruma. Brumaatje. Ja! Nee. Ja, Nelson! Oh, 2-0. Shit. Lekker doelpuntje. We spelen helemaal uit elkaar. Je hebt zo'n lijn met verdedigers, dan heb je niks en dan heb je aanvallers. Of, ik weet niet wat het was is. Gewoon echt... Ik kan dan gewoon bijna een sci-fi film opnemen. Zoveel ruimte was er. Oh. Oh nee, maat! Jezus! Ja, dit is echt kut. Er komt gewoon geen paas, komt aan. Ja, ik weet het. Doe mijn keeper dan! Roei, nee! Het is de bril, denk ik. De bril geeft mij voetbalvaardigheid. Ik heb ook gewoon... Ja, ik heb de bal al 3 keer naar elkaar over kunnen schieten. Ja, en dan gaat er al iets mis. Oh. Wat de hel? Ja, is dit voetbal? Ja, wat? Schiet nou eens. Oh, wat een klote schot. Ja, het wel een schot. Dat is voor de statistiek. Ja, oeh. En terug, paasje. Daar loopt Rui Costa helemaal vrij. Maar we gaan door met Arthur. Arthur, schiet hem maar! Keeper is onzeker! Keeper! Dat is buitenspel. Huh? Oh, door die zat. Oh mijn god, ik zie het hier niet gebeuren. Oh nee. Oh, dat was deze bedoeling. Ja, Rob, dit doe je echt zelf. Wat gebeurt er nou? Oh, ik denk flikker nou met internet bij, maar dat is... Ik dacht het is een rage quit, maar Ja, nee, ik sloeg wel helemaal aan. Maar wat de hel? Waar gaat dit nou nog over? Telefoon gaat fout. Telefoon, nee! Nee! Ja. Nee! Oh! Nee, kom op, ik moet er 5 minuutjes voor. En 6 mooi met Toy Boy met de drill. Fuck die telefoon. Oei. Ja. Ah, Nelson! Hij scoort er mij. Die mag echt op. Wat een daapje is mijn keeper. Had ik nog die kansen om terug te komen? Oh, nu gooi ik het helemaal open achterin. Roei. Ja, echt! What the fuck doet die keeper, joh? Die keeper die kan echt niks.
Kijk dan! Oh, ik heb geen herhaling. Nee, dat doe ik je niet aan. Je is Nelson weer. Fucking slecht. Roei. Ja! Dief op! Oh, ik zal het wel netjes doen. Ja, nee! Oh. Nee! Nee! Kut! Ja, mijn twee random upgrades zijn Casillas en Santi Cazorla. Nou ja, in ieder geval wel een nieuwe keeper. Niks meer. Ja, maar die is 1 meer dan 20. En natuurlijk hadden we net zoals vorige keer ook een aantal schoten om te kijken wie nog wat extra upgrades mee kon krijgen. Ja, dus je gaat hem even kijken. Dus laten we daar even kijken. Ja, natuurlijk. Nou, dat is toch jammer? Fuck! Was wel lekker, zo. Vamos! Ik niet, denk ik. Vamos de España! Nee! Naast een kip! Nee! Oh mijn god, die is vol te... Weer een hoppie. Heel fijn. Yes, yes, yes. En daarin win ik weer. Maar ja, helaas krijg je daar geen punten voor in dit toernooi. Alleen maar upgrades. Maar ik mag sowieso natuurlijk... Cazorla updaten. En Casillas, maar ik heb op dit moment even geen munten. Maar ik ga wel met afscheid afnemen van deze daad. Lekker opdoederen. Doedoedoe. Je toodles. En dan heb ik natuurlijk nog 2 upgrade punten over van ja, wat je net zag. En mijn linksbuiten vind ik ontzettend slecht. Dus die ga ik ook wegdoen. En in plaats van mijn linksbuiten ga ik niemand anders dan... Waar sta je? Niemand anders dan Team of the Season. Mario. Oh, Denis Suarez. Ik dacht altijd dat hij Mario Suarez heette. Maar dat zal wel het andere zijn. Dus Denis Suarez en Iker Casillas gaan we nog toevoegen. Dus dit is het team waarmee het dan volgende keer hopelijk gaat lukken. Maar oh, wat ben ik shit. Oké, jongens, nou, ik heb mijn upgrades ook gedaan. Ik heb mijn centerback die ik eens random moest upgraden. Die heb ik weer vervangen met een andere centerback. Omdat EA echt een beast is. Dus ik heb Pepe gedaan in plaats van Carrizo. Dan heb ik in de spits heb ik Danny, dus dat zijn 2 upgrade punten. Om me voor te bereiden natuurlijk op het gebruiken van de legend Pauletta, waarvoor ik dus nog 1 upgrade moet in de volgende wedstrijden. Oh, ik sla me volt in mijn kop aan. Ga door! En mijn laatste upgrade punt, die ik in de penalties of de andere punten heb gescoord. Daar heb ik Nani voor gekocht. Dus mijn team is best wel een vooruitgang geworden na deze wedstrijd. Dus ja, je hebt ook nog alle mogelijkheden, want je hebt pas 1 potje verloren en dan kan alles nog. Kijk, ik heb er al 2 verloren en dat is dus heel kut. Dus ik zet mijn doelstelling nu op de derde plek, op het podium. Ja. Ik denk dat niet gaat lukken, maar je weet het niet. Ja, we gaan het zien erop. Ik haat Xbox. Ik zweer het, ik speel nooit op. Ik wil even dit moment in de video gebruiken, ondanks dat iedereen nou gaat zeggen, stel je niet aan. Nou, als je het verschil niet weet en niet gewend bent om al 8 jaar op PlayStation te spelen en dan opeens zo'n ding in je klauwen krijgt. Ik wil me liefst uit het raam gooien, maar aangezien die dingen 60 euro zijn, ga ik dat niet doen, want dat zal heel dom zijn. Yes, dit is de stand trouwens op dit moment. En morgen komt er een video bij Milo op het kanaal. Hey, yes. Tegen Marky volgens mij. Alles in de beschrijving. Doei, houdoe. Ja, houdoe. Je kunt groet uit Brabant krijgen. Kut!